Als 4-5-jarig jongetje heb ik hier mijn eerste stapjes eigenlijk gezet als voetballer. Ik woonde daar om de hoek en we mochten hier altijd voetballen op het schoolpleintje. Paaltjesvoetbal deden we ook op dit pleintje. Deze regenpijp in de hoek gebruikten we. Hier linksonder stond een klein hekje. Nou, daar gebruikten we wel de paaltjes van. Daar is nog een mooie regenpijp, die staan er nog steeds. En die gebruikten we ook. Nou, daar waren we zo met een 5-6-tal jongens. Waren we hier totdat het eigenlijk donker werd, waren we wel druk met voetbal hier. Toen ben ik als 5-jarig jongetje naar Helios vertrokken. Ik mocht eerst altijd het grote tenue aan van mijn broer. Uiteindelijk ben ik zelf in de F's begonnen. Heb ik uiteindelijk tot en met de C1 gevoetbald. Jeugdvoetbal is toch eigenlijk het mooiste wat er is. Uiteindelijk ben ik in de woensdagmiddaggroep terechtgekomen van Go Ahead. Nou, hier heb ik dus mijn eerste stappen gezet als profvoetballer. Er zijn natuurlijk hele mooie momenten hier geweest. Als David de Jonge dat je hier de eerste stappen mag zetten op het veld. Ik sta er nu nog als supporter. De mooiste momenten zijn toch wel geweest als voetballer zelf. Twee doelpunten die hartstikke mooi zijn, is natuurlijk je eerste doelpunt. Als je mag scoren tegen Zwolle. Ik heb daarna 2 jaar bij Excelsior 31 gespeeld. Jos Brugge! En dit is een fantastisch doelpunt natuurlijk. De laatste jaren van zijn we kampioen geworden in de hoofdklasse C van de zaterdagafdeling. Dat is ook een onbeschrijfelijk gevoel wat je daar meemaakt. Uiteindelijk kon ik daar blijven, alleen ik moest ook maatschappelijk aan een carrière gaan bouwen. Daarom is mijn keuze op voorwaarts gevallen op dat moment. Lekker hoor, dat is de eerste. Hoppakee.